mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesu. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, gaan wij een bribe openen. En niet zomaar een bribe, wij gaan de eerste bribe openen die op Black Ops 3 uitkwam. En dat is deze bribe natuurlijk. De bribe met dat je 10 rare supply nodig krijgt en een reward dat je of een melee wapen krijgt gegarandeerd. Of een schietend wapen, een afstandswapen, weet ik wat voor wapen. En ik heb een nieuw account aangemaakt, want Dylan, hey, het spel is al gewoon heel lang uit. Heb je echt niet al die bribe gehad? Ik heb een nieuw account gemaakt, want elke keer bij een nieuw account, of als je voor het eerst Black Ops 3 speelt, kan je die bribe gaan vrijspelen. En dat is mij dus gelukt, na een tijdje flink strijden, flink voor de win gaan, gun game gespeeld, freefall van alles. En het is gelukt. En wij hebben dus 10 rare supply drops gratis gekregen. En een bribe opening. Dus of je dus een melee of een schietwapen krijgt. Maar we hebben ook nog 30 crypto keys. Dus we kunnen ook voor de ja, gewoon normale rare supply drops. We beginnen natuurlijk bij de 10 gratis supply drops. En wat we eruit hopen te krijgen is de Cherryfish camo. Natuurlijk die roze camo die rechts onderin staat. En natuurlijk de nieuwe wapens. En dat is een heel chill nieuw wapen die ik echt graag wil hebben. En dat is de AN94, jongens. Dit ding ziet er natuurlijk hetzelfde uit als de AN van Black Ops 2. En ik vind het een fucking ziek uitzien. Ik heb er ook al mee geschoten. Ik had een oog gepakt in de lobby. Ik kwam iemand tegen die dat had. En dat ding is niet chill. Dus voor de AN gaan we de Galil vind ik prima. De M16 nice. Deze wil ik eigenlijk niet hebben. En de Peacekeeper vind ik ook super nice. Voor de rest, ja. Ja, voor de rest hoef ik niet echt de wapens te hebben. Natuurlijk vette calling cardjes, pakjes. Dat gaat dan natuurlijk altijd. Dat is super nice om te hebben. Maar we gaan voor de Peacekeeper, M16 Galil en het liefst de AN94. Dus jongens, we beginnen bij de gratis skin supply drops. En natuurlijk die camo. Die camo, die roze camo moeten we hebben. Want ik vind die fucking ziek. En we moeten die hebben. Dus misschien kunnen we het uit deze krijgen. 30 gratis kitokies. Holy damn. Dat is zeker nice. Voor de rest zat er niet iets goeds in. Oké, okay, ik zie een epic. Oké, okay, calling card. Oké, okay, lekker. Weer 30 gratis kitokies. Holy shit. Ze komt denk van, Dylan, je hebt de Gorgon camo gekregen. Dan gunnen we jou wat meer kryptokies, omdat het echt een scheidwapen is. We gaan gewoon door naar nummer 7. Ik hoop echt dat we uit die 10 gratis crypto, of deze supply drops die camo krijgen. Man. Holy shit, ik wil die echt graag hebben. Een metal head body team, of head team bedoel ik. Voor de Sarah, voor de Annihilator. Maar kom op man, ik wil die camo zo graag. Maar ik waarschijnlijk, weet je, ik heb het zo vaak gezegd in streams, in video's, ik heb geen backluck. Dus ik weet niet of we iets uit kunnen krijgen, maar dat was een derby. De Cherryfish camo. Weet je, ik heb het zo vaak gezegd in streams, in video's, ik heb geen backluck. Het is binnen. En ik ben hier blij mee, jongen. Oh, nice. Dit is natuurlijk niet mijn hoofdaccount waar ik het meeste Black Ops 3 op heb gespeeld. Maar ik heb de camo in ieder geval. Ja, hij was nog 4 dagen dat je hem nog kon krijgen. Maar we hebben gewoon de Cherryfish camo. En holy damn, hij is ziek. Holy shit, ik ben er echt blij mee. Nice! We hebben al één ding van onze bucketlist of listje wat we wouden krijgen uit Supply Drops gekregen. Cherryfish, super tof jongens. Lekker, we gaan door. Dat is al ziek jongen, we hebben gewoon gekregen en dat is echt nice. Ik ben nu al blij met deze opening ouwe. En we hebben nog niet eens een bribe geopend. Holy shit, we hebben nog 4 te gaan. De Storm camo, Storm is natuurlijk vette camo. Maar de Shiva gebruik ik niet eens. En de waarom moeten we die Gorgon nog steeds hebben? Die valt met je Gordon. Gordon. Duipje voor Gordon. Oké, okay, dit is dus echt een rampzalige supply drop. Oké, okay, we gaan gewoon gelijk door. Zo. Mijn stem is trouwens echt mijn. Oké, okay, we hebben 2 jesters. Dat is wel nice. Want op dit account had ik gewoon bijna geen jesters. Omdat ik er niet zoveel heb. Ah. Ja, we hebben ons eerste wapen op dit account. De Furious Song. Natuurlijk een van de eerste zwaarde melee weapons die uitkwam in Black Ops 3. I don't know. Ik weet niet meer welke de eerste was. Maar oké, okay, we hebben een nieuw wapen. Niet dat ik het vaak ga gebruiken. Maar hé, hey, we hebben een zwaard gekregen. Hoor. Super tof. Hoi. We hebben een wapen, super nice. De laatste, de Wharton camo voor de AVK. En de guns, dat is volgens mij jouw pam pam pauw. wie kent die nog? Dan zeggen we wel pam pam pauw of zo. Weet ik hoe die deed. Maar ja, dat is nice. De Pair of Kings was het. En wat we nu zeg maar hebben, 136 crypto keys. Wij gaan dus even door met de rare supply drops. En oh shit, ik laat mijn controle vallen. Ik ben benieuwd, ik zie een epic.
De Twincation camo voor de MR6. Oké, dat is wel nice, oké. Zeker een mooie camo, alleen de MR6 gebruik ik bijna nooit. Wat wordt die middelste? Oeh, oh, dat is nice. Dat is nice. Want ik heb niet zoveel camo's op, op dit account. En de Man of War, dat is een van de wapens die ik het meest gebruik samen met de VMP. En nice, we hebben een sick camo daarvoor. En natuurlijk, we hebben ook die roze camo dus. Maar hey, dit is super sick. De Cylinder camo en de emblem van de Xenophobe. Zo'n dikke, gekke oog met tentakels soort octopus ding. En dan natuurlijk launching, launching. Gek iemand, gek vrouw die op bed ligt natuurlijk. Ik weet niet wat ik zeg jongens, ik ben gewoon echt hype voor die bribe ouwe. Want we hebben er al een melee weapon gekregen, dus misschien gaat het soort iets van in Black Ops Real. Hè, hij heeft al een melee weapon, laten we een schietwapen krijgen. Dus ja, je weet maar nooit. Ja, we krijgen hier dus echt allemaal ruk uit. Kijk, hier, één rare en voor de rest geen ruk. Oké, we kunnen nog één openen, dus let's go, de laatste rare supply erop. De middelste. P06, daar heb ik toch geen ruk aan. Ik krijg wel echt veel van die variants voor die attachments. We hebben nog duplicates. Ik heb er één. Ja, dit account heb ik nog bijna niks. Duipie. Oké, we hebben 13. Doen we gewoon fucking één rare voorkomen. Of we kunnen nu juist de bribe gaan openen. En als we daar misschien 30 gratis keys krijgen. Ja, we doen dat gewoon. We gaan de fucking bribe openen. Oké, ik ben fucking hyped. Ik draai me om. Dat doe ik altijd bij die epic dingetjes. Dus ik ben benieuwd. En ik hoop echt dat we de AN krijgen. Ik hoop zo erg die of de Peacekeeper. Zo, mijn stem gaat helemaal van weg. Peacekeeper of AN. De beste wapens die ik wil hebben zijn die. Dus kruisje en ik draai op. Bam! Oh, daar geen 40. Oh, daar geen 40. Het is nice, dat zeg je zo. Het is een nice wapen. Weet je wat het zeg maar is? Ik heb hem nog nooit gehad. De HG40. We hebben een nieuw wapen in ons pocketje gestoken. Zo. Maar oké, we kunnen trouwens nog even komen. Ik ga even verder praten. De HG40 hebben we gekregen. Super tof wapen. Hij is niet te sterk, maar ik heb hem nog nooit mee gespeeld. En ik wil hem echt een keer gaan gebruiken. Dus daar komt ook een video over. Dus ik ben zeker blij dat we überhaupt een nieuw wapen hebben gekregen. Een schietend wapen. Het is een schietend wapen. En ik had hem nog niet. En daar ben ik blij mee, want dan kan ik weer een keer met een nieuw wapen spelen. Maar helaas hebben we nog steeds niet de Peacekeeper of de AN, wat toch mijn missie is om ooit een keer te gaan droppen. Maar ja, het was super tof. We hebben de HG40 gekregen. Die zetten we gewoon even aan. Met natuurlijk de Cherryfish camo. Holy shit! En ik ben hier zo blij met die camo houden. Holy fucking damn! Oké, ja, dit is echt sick. We hebben natuurlijk ook de Man of War. De Man of War staat hier. We hebben natuurlijk de... Zo! Oh, soms als ik te lang praat in één zin, dan schiet mijn stem weg. Dat is echt raar. We hebben natuurlijk de Swindler camo. Maar ja, de Cherryfish, dat ziet er zo sexy uit, jongen. Oh, ik vind deze camo echt dik. Hoe staat hij eigenlijk op die Furious song? Dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar dat zwaard. Ik ben benieuwd. Oké, hoe ziet het eruit? Ja, dit is koude sick, ouwe. Holy damn, echt zo'n roze zwaard. Dan denk ik ook van, oh, gevaarlijke man. Dat is zeker nice. We hebben natuurlijk ook pakjes gekregen. Oké, we hebben Jesus gekregen, laatste nou, de bow, dat is zeg maar. Ewa, hoe is dat jongen, ik buig. Wat is dit dan? Oké, die gaat sowieso aan, dat moet wel. De shurik, die ken ik niet. Oh, van, what happened? Maar deze is gewoon, deze past bij de duo. Pauw. Oké, hij doet eerst een kussen, oké. Nou, gefeest de flapse Pokémon en nu doe je het pas, nou stik er dan maar in. Oké, we hebben hier dus, we hebben dus alleen maar pakjes unlocked met gewoon die standaard kan unlocken. De package wicked, boom, hey, wow, dat is helemaal, die zetten we aan. Echt waar, sommige dingen vind ik zo mooi. Oké, we hebben wel een nieuw helmpje, de Caterpillar, die is eigenlijk helemaal niet mooi, maar hey, we hebben het gekregen. Mood Swing, wat is dat? Wat is zo van? Oké, die gaat sowieso aan, want het is wel nice. Oké, hier hebben we niks voor. De Seraph. Ah, nou, dan unlocken we die gewoon even. Ik heb toch unlocked tokens genoeg. Hier weer een Metal Head. Oké, die is wel sick. Dat is gewoon een metalen, een masker eigenlijk die ze op heeft. Voor de rest, ja, ik heb daar nog niet het pakje van. Is dat deze dan? Dat is iets met metal dinges. Nou, hey. Leuk, oké, het zal wel. We hebben Gesture gekregen, Joy, dat is woe, en dat is gewoon, wat zetten we aan. Die moeten we ook, ik moet al die specials unlocken, lol. High five, zo van, hey, yo, die was precies gelijk, wat een koning, man. Step off, wat is dat? Die vind ik niet zo, het is zo van, wow, hoe gaat het?
van ja, je ziet eruit als een zwerver en dan ga je een beetje zo cool lopen doen. Hij heeft wel een goud pakje aan, maar hey. De robot, oh shit, peace van Othabot, ik ben vrij, alles in vrede. Mooi, confession van, hè, wat gebeurt hier, waar moet ik heen? Moet ik daarheen? Of, nee, ik weet niet. Perfect 10, dat is een gekke salte, die vind ik echt dik. Die is gewoon echt sick. Dat is gewoon echt van geoond gewoon. En voor de, oeh, Purifier, een body team. Oké, welke hebben we? Hebben we nu een body team? Oh, hier Knight. Ik heb deze wel gekregen. Deze was sick. Speedster. Alleen daar hebben we nog geen hoofdje van. Wat ik wel jammer vind. Want Speedster is dat. Ja, dat is deze. Dit ziet er fucking gek uit. Oh my god. Oké, we hebben een high five weer. Wop. Pow. Nice. Zet er gewoon aan. Want ja, daar hebben we nog niks voor. De guns. Die kennen we al. Finger wave. No. Wat heb je gedaan? Nee, niet te goed doen. Oké, nice. Nou, hebben we nog calling cards of zo? We hebben best wel veel gekregen. Holy shit. En multiplayer niet. Black market. Oké, we hebben veel. Oké, we hebben comments. Oké. De dikke walvis, jongen. Die had iedereen vroeger aan. Toen het spel net uitkwam, iedereen had die walvis aan. En de hive van de Wisher Shark natuurlijk. Die is ook sick. Oké, we hebben hier dus die vrouw in zo'n kawaii. En zo'n tovenaar guy die een beetje. Ja. Pepe heeft gestoven of zo. Weet ik veel. Oké, we hebben voor de rest hier hele mooie calling cards. Maar natuurlijk. We hebben de fucking. Ja, we hebben de Fury Stone. Oké, dat is nice. Maar we hebben ook gewoon die gekke roze camo. Natuurlijk de Cherryfish camo. En ik ben er blij mee, want ik wou die echt graag hebben. Dus ja, jongens, ik wil jullie. Ja, we hebben ook natuurlijk de HG40. Waar het om ging, de Bright natuurlijk. Maar jongens, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Er gaan zeker wat videos komen met de HG40. Dat ik gewoon een potje ga spelen en kijken hoe dat ding werkt, weet je wel. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken. Vergeet zeker deze video te belonen met een duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.